Ik zit in het bestuur van de advieswinkel en wij zijn dit jaar bezig om de eerste advieswinkel op te richten hier in Amsterdam. En ik ben Shara. Ik ben medeoprichter van de advieswinkel en voorzitter van het huidige bestuur. De advieswinkel is een plek waar iedereen die last heeft van lichte psychische klachten terecht kan. Voor een luisterend oor, voor praktische adviezen, maar ook voor informatie over de psychische hulpverlening. Deze hulp die is gratis, het is vrijblijvend en ook anoniem. De advieswinkel is eigenlijk ontstaan met twee gedachten. Eén, om de grote populatie mensen met lichte psychische klachten een luisterend oor te bieden. En daarnaast is de advieswinkel ontstaan om psychologiestudenten de gelegenheid te geven om meer praktijkervaring op te doen in face-to-face contact met mensen met psychische klachten. Eigenlijk kan iedereen terecht die daar behoefte aan heeft, die behoefte heeft aan een luisterend oor, behoefte heeft aan adviezen of die ergens dus tegenaan loopt in het leven en behoefte heeft om met iemand erover te kunnen praten eigenlijk. Ik kan daarbij aanvullen dat mensen die nog niet naar de huisarts willen omdat ze hun psychische klachten niet ernstig genoeg vinden of eigenlijk nog niet weten wat het precies is, die mensen kunnen eigenlijk ook best wel goed terecht bij de advieswinkel om even te kijken van, nou, wat speelt er nou eigenlijk en ik wil niet naar mijn huisarts en ik wil het ook niet met mijn man of vrouw bespreken, maar ik wil het er wel even over hebben en ik denk dat het voor hun ook heel geschikt is om naar ons toe te komen. Wat wij willen bereiken samen met de bezoekers is dat ze een soort inzicht krijgen en dat ze meer informatie krijgen over bijvoorbeeld psychische stoornissen en de route in de geestelijke gezondheidszorg. Dus we hebben niet per se de intentie om iets op te lossen met ze. Kortom, de advieswinkel is een plek in de wijk waar mensen op meerdere dagen in de week gratis met inloopspreekuren of op afspraak terecht kunnen voor een luisterend oor door psychologiestudenten.